Hout. Drie keer lat. Ja, ongelooflijk. Hey, er ligt nu wat op het veld. Stukje Vermeer. Zie je nog een parallel met gisteren? Ja, toen sloeg de 1-0 of de 0-1 in als een bom. Met dat hier ook. Tikje terug, ja. Nee, hier niet. Maar als het hier ook 4-4 wordt, dan hebben we in ieder geval 4 keer gescoord en dat zie ik nog niet gebeuren. Potsidori zeg. Als je zo goed speelt en je scoort nog niet, dan wordt het een lastige middag. Dat is nu minuut 27. Ontketend Feyenoord. Ja, één ploeg die speelt, kijk nu weer. Kijk eens, Kassim, Kassim! Wat hier te doen! Dat is een maatgevoel. Dit is uitverdelen, dit is SVC 08-waardig. Nee, we hebben gisteren. Korte quote van Erik van Oudenaar gisteren. Publiek grote winnaar. Ruud. Katterig. Op beide vlakken. Ik vond het niet dat het publiek de grote winnaar was, hoor. Nee? Nee, ik was publiek de tweede helft, maar ik heb niets aan genieten. Was het slecht? Het was dramatisch. Okay. Het was dramatisch. Hoop individuele fouten, weinig beleving, pas bij 4-2 achter. Ik denk dat we even weer... er moet iets gaan gebeuren. Ja? Ja, ik ben nog even aan de kokst over wat, hoor. Daar zitten we hier ook voor nu. Los van de klassieker. Nee, niet tevreden. Nee, Delkos uit, aanstaande zaterdag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dat sowieso wel weer. Even weer uit, even weg van de druk van het thuis spelen. Beter. Hopelijk met voldoende mensen. Ja. En een signaal? Ja, we moeten even kijken hoe de ploeg erbij staat. Kijken of Skaf weer fit is. Jij niet, hoor ik net. Dus kijken of we er voldoende hebben. En dan puntjes pakken, Delkos. Heel goed, lang geleden. We hebben een goede reputatie tegen Leidse ploegen. Dus, ja. Hey Dokos, ik zei zelf net, ik heb voor het laatst in een D tegen Dokos gespeeld voor me. Ik had het er gisteren over, ja. Ik denk dat ik daar toen ik 6 was een keer geweest ben. Zou je zelf rood-wit? Ja, rood-wit. Toen wel. Toen wel. Ja. Heerlijk bedankt. Is de uitspelende ploeg over de kleurtjes? We zitten nu nog tijdens de wedstrijd. Ja. Misschien dat deze, wat jullie dat zeggen... We meteen met hoogvlag moet ontvangen, maar durf je een einduitslag nu op te zetten? Realistisch en wat je. Mijn hart hoopt 3-1. Dat wordt het ook. Mooi. Ruud, wacht op tot de 2-0 zit, hè? Nou, nu ben je van helaas. Ik denk dat het fijn het beter, dus dat betekent 2-0 straks. Kijk eens! Ja, maar ik denk mooi dat is een gelijk spel gaat eindigen vandaag. We zullen zien. Nog een laatste blik. Het wordt nu rommelig. Ze leren. Ze zijn uitgeraasd. Oh. Van Rijn. Binnen een schot van Korte Groot naar de maatpaal 2. Hij gaat wel weg. Ruud bedankt. Kas, hoe gaat het worden? De wedstrijd? 100-0. 101 wordt het dan, ja. Toch? 101. Sander? 3-1. 3-1. Heel goed. Heren, bedankt.